Jongens en meisjes, welkom in deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag ga ik jullie meenemen in mijn top 5 crypto coins van dit jaar. De afgelopen twee jaar hebben jullie totaal geen content op mijn kanaal gezien. Dat is omdat ik ben gaan reizen naar Bali, Dubai, Spanje. Ik ben uit Nederland verhuisd en ik ben heel erg veel gaan focussen op netwerken in de crypto space. In deze video ga ik jullie wat informatie geven over mijn mening van de cryptomarkt op dit moment. Luister goed, dit is geen financieel advies. Ik ga jullie ook niks verkopen. Ik heb niks te verkopen. Ik geef alleen mijn mening. Heel belangrijk dat je altijd gewoon je eigen research doet. En niet zomaar blindelings links naar iemand gaat luisteren. Ik ben gewoon alleen informatie vanuit mezelf aan het geven. In deze video ga ik ook nog eens een hele leuke giveaway voor je doen voor 5 winnaars. Dus blijf zeker kijken. Zorg dat je deze video liked en abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met de top 5 altcoins van mij van dit moment. Coin nummer 1 is Andy. Deze coin staat op dit moment op 120 miljoen market cap. Ik ga jullie de coin laten zien op het, op het scherm. Andy is een memecoin. Voor alle mensen die denken memecoins zijn heel risky, dat zijn ze zeker ook. Maar ik ben van deze cycle, deze boeren met crypto, overtuigd dat memecoins hele goede picks kunnen zijn. De reden waarom zal ik nog wel later in de video uitleggen. Eén reden is, een voorbeeld, Andy is een CTO. Dat betekent dat het een community takeover project is. Nou, je hoort het al: community takeover. Dus hier zit geen team achter die de hele supply beheert en zomaar erop kan dumpen. en een, een seed investment round heeft gehad. Een seed investment round is dat het team bijvoorbeeld een miljoen of vijf miljoen euro raced. Eh, voordat de token live is. En die investors, dat zijn vaak venture capitals, grote bedrijven. En die zitten erin op een veel lagere marktprijs. Dus bijvoorbeeld, een coin gaat live op één dollar. dan zitten deze venture capitals er al in op bijvoorbeeld 30 of 40 cent. Maar die investeren ook echt met tonnen en miljoenen op deze lage prijzen. Zo'n meme community takeover, waarom ik daar zo bullish over ben... dus bullish is dat ik er ja, tevreden over ben, dat ik denk dat het goed gaat presteren... is omdat uh, die community is sterk. En die community die werkt samen, die holden allemaal projecten... dus er is weinig selling pressure en die pushen het samen echt naar het volgende level... Zoals jullie hier nu zien, staat Andy dus op 127 miljoen market cap. Mijn eerste call was op 40 miljoen market cap. Ik zal het ook even allemaal in beeld laten komen. En ik heb hem recentelijk nog gecalled op 50 miljoen market cap. 5 augustus en het is nu 8 oktober, dus een maand geleden, zijn nu ongeveer 2,5 x. Het is wel interessant als we dan nu naar de chart gaan kijken. Dan zie je dus de eerste keer dat ik hem hier kocht op 40 miljoen... is hij helemaal naar 320 gegaan. Dus een 700 procent. Dat is ongeveer een 8x stonden we. Uh, ik en een paar maatjes meer crypto. We hebben niks uitgekeerd daar. Daar ben ik eerlijk over. We hebben alles geholt. Is hij teruggegaan dus naar 50 miljoen. Hebben we daar weer bij gekocht. En nu staat hij uh, rond de 130. Dus we staan nog steeds een leuke uh, keer 3 ongeveer... op ons gemiddelde invest. En onze target... Van mij en mijn mensen. Mijn crypto-netwerk is. Zeker 1 miljard market cap, dus dat is vanaf hier nog een, een keer 8 keer 9, denken we dat hij nog uh, kan maken. En iets voor de 1 miljard market cap ga ik zeker beginnen met uitschalen, want dan is vanaf mijn eerste investment al een keer 25. Nogmaals, ik raad jullie niet aan om hierin te investeren, ik laat jullie meer gewoon mijn journey weten van hoe, ja, hoe doe ik dat allemaal, waarom investeer ik in deze coin. En wat is Andy dan trouwens ook voor memecoin? Het is de vriend van Pepe. Voor de mensen die Pepe niet kennen, dat is een van de grootste memecoins op dit moment in deze boeren als het goed is nummer drie qua market cap gebaseerd en Andy zit in dezelfde um, boek dezelfde boek dezelfde meme als Andy en dat is dus een uh, vriend daarvan dus uh, ja zeker een interessante pick voor mij Um, ik zit hier best wel heavy in, dus uh, hopelijk gaat hij goed presteren. En uh, er zijn mensen ook die in mijn gratis Telegram uh, groep zitten. Volledig gratis, nogmaals, links staat in de bio. Die op 40 en op 50 miljoen hebben gekocht, dus die staan lekker geprofit. Sowieso, als je Memes investeert, investeer alleen geld wat je kan verliezen. Haal zo snel mogelijk ook gewoon lekker je inzet eruit. Dus stel je investeert. 500 dollar en het gaat naar 4000, haal in ieder geval gewoon lekker 500 of 1000 eruit, dat je in ieder geval geen verlies hebt en misschien al wat winst. En dan kan je altijd nog een, een gekke moonback overhouden voor stel hij gaat gek. Dus uh, jongens, dat over Andy, laten we doorgaan naar coin nummer 2, is Brad. Voor de mensen die nog niet over Bread hebben gehoord, het is de allergrootste memecoin op het Base network. En voor de mensen die niet weten wat het Base netwerk is, dat is het netwerk van Coinbase. Coinbase is een van de allergrootste exchanges van heel crypto. En die hebben nu hun eigen netwerk. Dus je hebt bijvoorbeeld het Ethereum netwerk. En dat is heel erg duur als er veel volume is op de markt. Dan kan je soms voor een swap al richting de 50 tot 100 dollar betalen als het volume hoog is. En daarom zijn er nieuwere netwerken, nieuwe netwerken die aan het ontstaan zijn. Een daarvan is dus Basechain. Daar betaal je maar een paar cent voor een transactie. En daarom heb ik zeker vertrouwen in het Base-netwerk. Maar ja, ga je dan investeren in bijvoorbeeld het aandeel B, uh, Coinbase? Kan interessant zijn als je dat doet met tonnen of miljoenen. Maar als je met iets minder geld erin wil gaan, dan is voor mij een goede pick Brad. Brad is dus de allergrootste memecoin op het Base-netwerk. En ik denk zeker dat deze heel goed gaat performen. Op dit moment zat Brad op 860 miljoen market cap met een altem high van 2 miljard market cap. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld een Dogecoin, die iedereen wel kent van de volgende boeren, die had een altem high van 80 miljard market cap. Dat betekent dat hij vanaf hier nog een keer 100 heeft. Denk ik dan dat hij keer 100 gaat vanaf hier? Absoluut niet. Dat denk ik totaal niet. Maar stel, hij zou kunnen gaan naar, laten we zeggen, een 5 miljard market cap. Dat zou al een keer 6 zijn vanaf hier. Dus voor mij is Brad zeker een, een goede investering. Um, goede risie waard. Want Coinbase gaat ook komen met hun eigen wallet. En dat betekent dat mensen geld gaan hebben op base chain. En wat ze dan gaan kopen, is vaak memecoins. En ik ja, geloof gewoon echt in de first movers. Dus de grootste memecoins van elke chain. En uh, mijn target is zeker richting 10 miljard market cap. Dus ongeveer een keer 10. Keer 12 is mijn eindtarget voor deze, voor, deze, uh, ja, voor deze token, Brad. Deze boeren. Ik zal sowieso al eerder profits gaan nemen. Um, maar ja, dat over Brad. Zoals jullie hier zien, is Brad op dit moment nummer 8 uh, van alle top meme coins gebaseerd op market cap. Met nog steeds op nummer 1 Dogecoin, 15,5 miljard market cap. De reden waarom ik niet investeer in coins zoals Dogecoin. Ik denk nog steeds dat je daar bijvoorbeeld een keer 5 zou kunnen pakken, deze boeren dat kan zeker. Maar er zit te veel old money in. En wat ik daarmee bedoel is dat. Dat er heel veel mensen van de bull cycle bijvoorbeeld op 50 cent, Dogecoin hebben gekocht. En die holden nog steeds en die wachten tot het terug gaat naar 50 cent om te verkopen. Om een beetje op break-even eruit te gaan. Dus die, dat zijn gewoon hele oude holders die gewoon wachten tot het ooit weer omhoog gaat en dan gaan ze eruit. Het voordeel van nieuwe coins dat je dit dus niet hebt, het oude money. En deze kan dus gek hard pumpen. Plus, zoals je ziet, 860 miljoen market cap, Bread, en een 15,6 miljard voor Doge. Dus er zit nog veel meer goede potentie. Een keer twee gaat veel sneller. Nu moet je natuurlijk ook nagaan. Er zit ook meer risico aan vast. Ik bedoel, het kan ook heel snel dalen, jongens. Vergeet dat niet. Het zijn meme coins. Je kan heel veel geld verdienen, je kan ook heel veel geld verliezen. Uiteindelijk meer dan 90% van de mensen verliezen op de crypto markt. Dus doe ik sowieso altijd goed je research, investeer wat je kan verliezen en ga niet zomaar random naar mensen Dus Nogmaals, dit is mijn mening. Ik geloof dat Brad een leuke multiplier van de 4 kan doen. En het mooie is, iedereen met crypto gaat bijna altijd wel een keer winst staan. Ik bedoel, als bitcoin op 100k zoomt in staat, staat iedereen die bitcoin onder de 100k verkocht, uh, gekocht, staat winst. De vraag is, wie gaat er profits pakken? Dat is het allermoeilijkste van dit spelletje, is winst pakken. Jongens en meisjes, alsjeblieft, als je in crypto zit en je staat zieke winst... Maak geen screenshots van je profit. Ik heb die fout ook zo vaak gemaakt. Je, je, je rekent jezelf rijk door screenshots te maken. Video's met ook oh, zo, vind ik zoveel winst. Je staat die winst pas als je het echt hebt uitgecasht, jongens en meisjes. Dus dat is mijn tip. Laten we doorgaan naar de volgende coin. Coin nummer 3 is Pepe, jongens en meisjes. Ik heb het hier natuurlijk al over gehad. Dit is voor mij een van de meme memecoin investments van deze run. Op dit moment nogmaals is het dus qua market cap coin nummer 3. Op 4 miljard market cap. Als we gaan naar de market cap van Doge, is het dus nog steeds een keer 4. En als je het vergelijkt met de Altum High van Doge op 80 miljard, is dat nog steeds een keer 20 vanaf 4. En nu moet je ook nog eens nagaan dat in elke crypto cycle er ook nog eens meer geld in de markt stroomt. Dus het zal me niks verbazen als er een memecoin is, deze cycle die 100 miljard gaat aantikken. Het interessante is, ik heb deze coin gezien zelf met. Een van mijn beste vrienden waarmee ik crypto doe op 20, tussen 30, eh, 20 en 30 miljoen market cap. Die hebben toen echt vol er waren grote gasten die dus tegen ons zeiden, koop deze. Maar toen was hij al redelijk gepumpt. Hebben het niet gedaan. Staat nu gewoon op 4 miljard market cap. Dus dat was een crazy multiplier geweest. Keer 150, keer 200 al vanaf hier. Uh, maar ik heb vaker de fout gemaakt dat ik dan uh, ga chasen, ga chasen, ga chasen. Dat zou ik niet aanraden jongens en meisjes. Uh, Pepe denk ik gewoon nog steeds dat hij goed gaat performen. Pepe staat dus nu op 4 miljard market cap. En mijn target is uh, richting de 50 mil miljard market cap. Denk ik dat dat zeker kan gaan lukken. Stel ik zou hier nu niks hebben op Pepe en ik zou nu investeren op 4 miljard. Dan zou ik gewoon al profits gaan nemen uh, vanaf de nieuwe Altamai. Dus als je hier kijkt dan zitten we ongeveer een keer twee vanaf de, vanaf de oude Altamai. Uh, ongeveer 80% dan zitten we op de, op de oude Altum High. Als we daar langs zouden vliegen, dus richting de Timoyer Market heb dan zou ik in principe al kunnen gaan starten met profits nemen. Want in welke markt ga jij zo snel 100% profits pakken? Nogmaals, het is redelijk makkelijk om winsten te staan met crypto. Aangezien in een boeren vliegt alles omhoog. Ding is ga je winst pakken. Dus jongens en meisjes, zit jij in crypto of wil je nu gaan beginnen met crypto? Um, ik denk zelf dat deze cycle nog ongeveer tussen de 6 tot 12 maanden duurt. Dat kan je natuurlijk nooit verwachten. Dat ligt ook aan uh, de Federal Reserve. Gaan ze geld bijprinten? Wat gaan ze doen met de interest rates? Alles op en eraan. Maar dat is ongeveer mijn schatting. Binnen 6 maanden tot max 12 maanden denk ik dat deze cycle nog duurt. Dus in die tijdsbestek van deze maanden zal ik zeker ook gaan beginnen met profits pakken. Ik heb uh, goed de bodems gekocht. Nu wordt het belangrijk, ga ik dat goed uitcashen? Dus uh, daar ga ik jullie ook mee meenemen in de journey. Misschien zit ik wel helemaal naast in deze cycle, maar uh, dat ga ik gewoon allemaal filmen voor jullie. Ik ga dus ook vaker video's uploaden. Laat ook zeker in de comments weten wat voor video's jullie zouden willen zien. Um, over wat voor crypto projecten, um, wat mijn strategieën zijn, etc. Laat we weten wat jullie interessant vinden. Daarnaast ben ik een uh, whale groep gestart, compleet gratis. Je kan er niet in kopen, helemaal niks. Wil jij joinen, dan moet je minimaal een crypto-vermogen hebben. Of een portfolio in crypto van minimaal $25.000. dollar. Heb je dit? Stuur bewijs naar mijn Instagram. Staat het linkje in de beschrijving. Als je bewijs hebt gestuurd, zal ik jou toelaten. We hebben nu ongeveer 100 man erin. Uh, heel veel grote wheels met ook meer dan een miljoen plus. Er zitten veel projectfounders in van crypto-projecten die naar 100 miljoen market cap plus zijn gegaan. Heel veel grote influencers. Dus daar sharen we echt gewoon goede informatie met elkaar. we elkaars informatie. En dat is heel. Mooi, want dat is heel erg moeilijk om de goede connecties te vinden in de markt. Dus vandaar ben ik die groep gestart, nogmaals, compleet gaat, Het echt gewoon om info aan elkaar te geven en zo dus de nieuwe keer 10 of keer 20 plays proberen te zoeken. Um, dus heb je dat, stuur me direct op Instagram. Laten we doorgaan naar coin nummer 4. Coin nummer 4 is Tao. Dit is in nou, naar mijn mening de beste AI coin, of in ieder geval de beste AI-investering van deze boeren. Um, ik ken mensen ook in de Nederlandse crypto space die me hebben gecallt op 40 dollar, dus uh, ja, SO naar hun. Ik was er helaas niet zo vroeg bij, ik ken hem nog niet. Staat op dit moment zoals jullie zien op 630 dollar, dus voor deze personen onder andere Assad uh, en nog een paar andere SO naar hun, die zagen gewoon uh, ja, nu al richting een keer 20 en uh, waarschijnlijk... Wat wij denken, gaat hij nog wel even wat hoger vanaf hier. Uh, ik heb hem zelf gekald in ieder geval op 180 dollar en op 210 dollar. Dus vanaf mijn laatste call op 210 dollar staat hij nog een mooie 200% win. Dus dat is een keer drie op je investering. Dus stel dat je al 1000 geïnvesteerd zon je nu op 3000. Um, ik denk zelf dat deze uh, richting de 2000 dollar zeker kan gaan, deze cycle. Nogmaals, dat zou dus voor die andere een keer 50 zijn en voor mij een keer 10. Dat is dus echt gewoon de kracht van bodems kopen. Um, ja, 210 dollar denk je goed naar 2000, super lekker, een keer 10. Maar ja, keer 5 is natuurlijk helemaal next level. Um, waarom denk ik dat die nog helemaal naar 2000 dollar kan gaan? Dat is als volgt, als je checkt een Cardano, de volge boeren, die uh, ging naar 100 miljard market cap. Tao staat op dit moment pas op 4 miljard market cap. Dus het zou nog een keer 25 zijn naar de oude high van Cardano. Uh, voor de, om dezelfde market cap te hebben. Daarom ook een tip, jongens. Kijk niet, soms krijg je die vraag. maar kijk niet naar de prijs van een coin. Dus of Tao nou 1 dollar is of 700 dollar, daar gaat het niet om. Want een Tao kan veel meer tokens hebben. of veel minder tokens hebben dan een Cardano. Dus uiteindelijk gaat het om de market cap. Dus dat is de prijs. ...keer hoeveel tokens in het totale supply zit. Voor mij is touw een meer safe bet in deze boeren. Um, je hebt natuurlijk ja, coins zoals Bitcoin die je kan kopen. Ik zelf heb nooit in Bitcoin gezeten. Waarom? Omdat ik denk dat het alleen echt interessant is... ...als je de bodems opkoopt met miljoenen... ...en dan vervolgens kan je een keer vijf bijvoorbeeld pakken. Kijk, dat is natuurlijk massive. Stel je investeert met een paar honderd of een paar duizend of... Laten we zeggen een ton, dan zou ik zelf, maar dat is ook omdat ik wat meer van risico hou, in uh, altcoins gaan. En de reden waarom ik dan in altcoins zou gaan, is omdat je daar die keer 10 of keer 20 kan pakken. Daar zit natuurlijk ook dan nog meer risico aan vol, maar ja, uiteindelijk einde van de rit, crypto is heel veel risico. En uh, ja, daar moet je gewoon een goed risicomanagement in hebben, dus niet al je geld in crypto um, en, en weten wat je aan het doen bent. En voor alle mensen, het is echt mogelijk wel om veel geld te verdienen met crypto. Volgende bullcycle was mijn beste play Cardano. Die had ik op 9 cent gekocht. Ging het eigenlijk naar 3,10 dollar. Had ik ergens uitgekest rond 2,80, 2,90 en 3 dollar. Dus had ik goed uitgekest. Mijn fout <laughs> helaas daarna was: ik had die play perfect gespeeld. Wat ging ik daarna doen? Die profits ging ik allemaal doorroleren in nieuwe projecten. En die fout ga ik deze cycle niet maken. Als ik een goede play heb, zoals bijvoorbeeld een Andy. Die ik heb gekocht op 40 miljoen. En die gaat zometeen naar 1 miljard. Een keer 25. Super veel profits eruit halen. En gewoon ook niet meer doorinvesteren. Wat ik deed met een Cardano-volgeboel cycle. Is dat ik al die profits weer ging doorholeren in nieuwe projecten. Want stel je pakt een keer 30 en je investeert dat in een nieuwe project. En die gaat een keer 2. Dan heb je eigenlijk een totaal een keer 60. Dus dat ging eigenlijk in mijn hoofd om. En ik bleef heel ja, hebberig. Ik wou meer, meer, meer. En dat is het gevaarlijke van crypto. Dus deze cycle heb ik bepaalde targets. Daar ga ik me aan houden. Ga ik verkopen. En dan ga ik het geld uit de markt halen. Dus dat is in ieder geval mijn gameplan. Wat je zelf doet. Nogmaals, maak je eigen gameplan. Hou je er ook aan. En zorg niet dat emoties jouw plan overnemen. Coin nummer 5 is Vendry. Dit is een gaming token. En wat ik hierbij wil zeggen ook is, het is heel belangrijk als jij ergens in investeert, in het algemeen om diversiteit te hebben. Dus stel je bent een grote investeerder, is het sowieso niet slim om al in te zijn op crypto. Dan is het slim om wat vastgoed te hebben, wat aandelen, wat crypto. Maar in de cryptomarkt zelf, stel je zit bijvoorbeeld alleen in crypto, is het ook belangrijk om daarin te spreiden. Dus niet al je tokens in memes, al je tokens in AI coins. Dat is gewoon heel risky, want stel de grote meme coins gaan heel hard zakken. Dat betekent dat al de kleinere coins dat vaak ook nog eens gaan volgen. En die gaan ook nog eens harder dalen natuurlijk dan de grotere, omdat die een lagere cap en een lagere liquiditeit hebben. Dit is de chart van Vendry. Ik heb hem zelf gekald op 4,5 cent in mijn openbare channel, nogmaals. Mijn channel staat, link in de beschrijving, Telegram groep, helemaal gratis. Daar uh, ja, stuur ik gewoon mijn eigen moves die ik maak. Ik had die gekald op 4,5 cent, letterlijk echt de bodem. En die ging super snel toen naar, uh, ja, zoals je hier ziet op Binance, op, naar 38 cent. Dus ongeveer een keer, keer 9, keer 8 uh, gepakt in een, in een redelijk korte periode. Nogmaals, ik ben transparant niet verkocht, dus ik, ik heb nog steeds precies evenveel zoals ik toen had. Uh, die is toen gewoon weer helemaal gezakt. Vanaf 38 cent terug naar 5 nog wat. Uh, heb ik ook gehoord. En die staat nu op 8 cent. Dus hij is ongeveer 80% down sinds de Ik sta ongeveer 80% nog in de plus. Ik heb hier zelfs iets meer nog gekocht. Tussen de uh, 6 en, en 8 cent nog. Toen hij is gedaald. En um, ja, mijn target voor Venry zelf is wel richting de dollar. Dus ik hoop dat we vanaf hier nog een mooie keer 10 kunnen maken. Ik zal sowieso zelf alweer eerder profits gaan nemen. Dat is omdat ik heb gekocht op 4,5 cent. Dus stel we staan op 50 cent, dan sta ik al een hele mooie keer 11. Met een leuk bedrag geïnvesteerd. Dus ik zal dan al rustig uit de markt gaan. Ik verkoop niet alles in één keer met tokens. Ik DCA uit de markt. De DCA is Dollar average. Mensen gebruiken die term met het longterm investeren, dus dan moet je denken aan uh, mensen hebben een plan voor bitcoin dat ze op, op de lange termijn gaan investeren en die DCA en, elke maand doen ze bijvoorbeeld 100 euro of 500 euro erin. Dat is een hele mooie strategie, DCA, want je kan nooit de, de bodem of de top timen. Dat weet je niet wanneer dat is. Ik bedoel, dat wordt gewoon gemanipuleerd ook natuurlijk. Uh, dus jij kan het nooit precies predicten. Dus daarom is DCA een mooie strategie met inkopen, maar ook met uitkopen. Want misschien vliegt hij wel naar 5 dollar. Misschien vliegt Venry maar naar 40 cent. Dus je weet nooit wanneer de top is. Dus daarom is het slim om gewoon beetje bij beetje uit te schalen. Gaat hij hoger, verkoop je weer wat. Uh, dus dat is in ieder geval nogmaals mijn strategie met het verkopen. Dat waren mijn top 5 tokens voor nu van dit jaar. Ik ga 5 keer 100 dollar weggeven aan jullie. Wil je kans maken? Like dan deze video. Abonneer op mijn kanaal. En volg mij op Twitter. Twitter staat in de beschrijving. Ik post daar 3 tot 5 keer per dag over crypto, charts, mijn meningen van de markt, etcetera. etcetera. Join mijn telegram groep, staat de link in de beschrijving. En stuur al dit bewijs naar mijn Instagram. Via Instagram kan je me gewoon een bericht sturen met de screenshots dat je me hebt gevolgd en de video hebt geliked, etc. En dan zal ik binnen één week vijf winnaars kiezen. En die stuur ik allemaal 100 dollar per persoon in crypto. Nogmaals, dit is allemaal mijn mening, geen financieel advies. Hopelijk hebben jullie er wel iets aan gehad. En als je vragen hebt, laat het alsjeblieft weten in de comments, dan zal ik reageren. En als je nog leuke video-ideeën hebt, laat het me ook weten. Uh, ik woon nu voor de komende maanden op Bali. Uh, dit zijn fucking zieke studio's hier, dus ik ga hier zeker meer video's ook opnemen. Uh, ik wil ook real-life content gaan maken, mijn... 21e verjaardag is over twee maanden en ik zat te denken aan gewoon een zieke real life video van te maken. Dus als jullie dat willen, laat het weten in de comments. Sowieso veel um, live content wordt gepost op Instagram. Voor de whale groep heb je dus meer dan 25 k uh, dollar in crypto. Stuur me wijs ook op Instagram, dan zal ik je ook een gratis invite link sturen en dan kunnen we daar gaan brainstormen met heel die groep, met 100 man ongeveer op dit moment over nieuwe projecten die goed gaan. Dus uh, als je dat wil, stuur me richt op Instagram. En dat was het dan voor deze video. Hopelijk hebben jullie genoten. En ik zie jullie weer bij de volgende. Laters.